Hartelijk welkom bij een nieuwe Studio Roda, aflevering 16, seizoen 3. En te gast onze nieuwe manager voetbalzaken, Robbie Servais. Robbie, welkom en gefeliciteerd met je nieuwe aanstelling. Dankjewel. Welkom bij de club, hè. Hoe kijk je terug op de aanstelling, op de weg ernaartoe? Dat was een hele spannende periode voor mij, na de eerste gesprekken. Na de eerste gesprek is dat gevoel bij mij steeds sterker geworden. Van, ik wil eerste dit gesprek graag doen. Met Jordens Peters? Ja. Verraste het je überhaupt dat je benaderd werd? Ja, dat verraste mij. Dat had ik niet verwacht. Hij belde mij. Ik denk, hij belt voor spelers van Genk. Ja. Maar toen... Waar je trainer bent. Waar ik trainer ben, ja. Ik dacht, want we hadden net een wedstrijd gespeeld voor de Youth League. De Champions League voor jeugd. Ja. Tegen Juventus thuis. Dat was een mooie wedstrijd geweest. Dus hij belde een paar dagen daarna. Ik denk, die heeft een paar spelers gezien die hij graag bij Roda wil hebben. Ja. Dus zo nam ik de telefoon ook op, dat dacht ik. Maar toen zei hij, ja, we zijn bezig met nieuwe trainer, we zijn bezig met nieuwe manager voetbalzaken. Heb jij daar überhaupt interesse voor om daar eens over te praten? Ja, toen ben ik overstag gegaan. Eerste gesprek gehad, dat was positief. Had je daar überhaupt ooit al over nagedacht? Ik wist wel dat het ooit zou komen, zoiets. Een leidinggevende functie in het voetbal, of dat nou technische zaken is, of jeugdopleiding, ja, of iets dergelijks. Je bedoelt dat je jezelf daarvoor open staat. Ja. En toen was het, toen was het al heel vroeg zover. Dus ik heb het even aan het idee moeten wennen, maar dat gaat heel snel. En ik werd er alleen maar enthousiast over. En toen zijn vervolggesprekken hebben plaatsgevonden. Neem ons eens mee, hoe gaat zoiets? Waarom heeft Jordens het gevoel dat jij de goede man bent op de goede plek? En waarom krijg jij dat gevoel in die gesprekken ook? Dus ik kan alleen voor mezelf praten. Ik heb het verhaal aangehoord. Het introduceren van een technisch hart binnen de club. Ja. En welke mensen daarin gaan zitten. Ja, daar werd ik warm van. En dan het beleid kunnen uitzetten en bewaken bij een... bij een club met zoveel potentie als Roda, ja, dat is voor een voetbalprofessional, is dat is gewoon een hele mooie baan, een hele mooie uitdaging. Ja, het is echt beleid uitzetten. Ja. Heel iets anders dan de waan van de dag die de trainer eigenlijk heeft. Ja, dus ik dacht, dat is als voetbalprofessional een nieuwe stap. En daar wil ik aan bijdragen. Waarom denk jij dat je geschikt bent als technisch manager? Omdat ik A, heel veel kennis heb van het spel, heel veel kennis van het ontwikkelen van spelers. En beleidsmatig denk ik ook sterk te zijn. We hebben in de opleiding van de KNVB ook veel beleidsmatige opdrachten moeten doen. En dat ging mij goed af. En dat is binnen de opleiding ook bekend geraakt. En want zo je hebt dat papiertje ook voor trainercoach. Ja, dat heb ik vorig jaar gehaald. Ja. En daar... De spin-off van die opleiding heeft mijn naam ook op het bordje van Roda doen belanden. Ja, dan weet ik nog, je bent natuurlijk veel breder georiënteerd al heel lang. Je bent de man van de wereld. Ja. Je studeerde international business in Hongkong. Ja, nou in Maastricht en als uitwisseling ben ik in Hongkong geweest. Zo was het, ja. Raakte daar ook geobsedeerd van Azië. Ja. Zo zeg je het zelf, hè? Ja. En je was trainer in Japan, Singapore, Australië en Brunei. En waarschijnlijk vergeet ik er nog één. Nee, dat is correct. De landen kloppen. Verschillende... En België dus. En Belg. Ja. Niet te vergeten. Ja. Maar helpt dat jou ook? Ja. Als je buiten je eigen cultuur met voetbal bezig kunt zijn. En je gaat met mensen om met een hele andere referentiekader. Met andere religie bijvoorbeeld. Met name in Brunei. Streng islamitisch, dan leer je andere aspecten van het leven kennen. En dan ga je ook anders naar jezelf kijken. Dus je wordt veel breder georiënteerd. Je weet dat jouw waarheid niet altijd de juiste is. Dus je wordt veel gelouterder in de omgang met mensen. En dat heeft mij zeker als voetbalprofessional sterker gemaakt. Je gaat anders naar jezelf kijken? Ja goed, Nederlanders hebben over het algemeen vaak de neiging... De wijsheid en pak te hebben. Klopt, ja. En als jij in een andere cultuur bent en je realiseert je al snel dat dat niet zo is. Hè, dat wij wel vaak heel inventief zijn en internationaal georiënteerd, dat wel.
Maar we zijn toch vaak te overtuigd van ons eigen, gelijk. En ja, als je een tijdje in het buitenland zit, dan kun je daar wel eens van afstappen. Ja, zonder dat je jezelf... Zonder dat je jezelf verloochent. Ja, maar dat bedoel ik. Je wordt gewoon een eerder een wereldburger dan een Nederlander. Je bent oprechte wereldburger, je spreekt 7 talen. 7? Dat heb ik gehoord, toch? 7? Ja, ik heb ze niet geteld. Maar, we hadden het er vorige week bij L1 over, dat je 7 talen zou spreken. Toen zei ik er gelijk achteraan, nu nog kerkraad. Ja, dat is... Kunnen we even oefenen, hè? Ja. Oh, weer. Oh, wat piemelen hier. Nee. Ik vraag iedere gast een aantal fragmenten uit te zoeken. Ja. Roda-fragmenten uiteraard. En als eerste fragment bij jou kom je met Roda JC Feyenoord. Kijk heel even naar het fragment. Gullit Cruijff. Cruijff die nu toch nadrukkelijk bij alles betrokken wordt bij dit Feyenoord. Gullit. En ook goed voetbal natuurlijk. Jerry Jaskov scoort. 2-0. Tweede goal van Jerry Jaskov. Voorbereidend werk. Cruijff Gullit. 40e minuut. Even voor de duidelijkheid, het ging jou om Johan Cruijff. Ja, dat was, ik denk, 1985. Dat was het laatste jaar van Johan Cruijff als actief speler. Ja. Feyenoord komt op bezoek bij Roda. Ik ben op dat moment 9 jaar. En mijn vader zegt, jullie moeten, tegen mijn broer en mij, jullie moeten Cruijff live gezien hebben. En dit is een van de laatste mogelijkheden. Dus ik neem jullie mee. Dus we zijn naar Kerkrade gegaan, hebben die wedstrijd gezien. Het werd 0-4, dat kan ik nog herinneren. Ja. Als ik die beelden zie, vind ik het schitterend om te zien. Kan hij dat helemaal vol zit. Van die wedstrijd kan ik me natuurlijk niet veel herinneren. Maar het feit dat ik daar was, dat ik Cruijff heb zien spelen, live. Dat is ook iets speciaals. Ik vind het mooi dat die beelden nog terug te halen zijn geweest. Ja, met dank aan Ivo Kous. Trouwens, maar neem jij ook iets mee? Ja, ik denk dat iedereen wel iets meeneemt van Johan Cruijff, niet? Ja. Je moet schieten om te scoren. Wat mij nog bij is gebleven, dat hij een keer met Barcelona en Maastricht speelde, een oefenwedstrijd tegen MVV, dus speelde 4-4. Ik had een voetbal international bij me, waar hij op de voorkant stond. En ik wilde graag dat hij daar een handtekening op zette. Na de wedstrijd liep hij naar zijn auto, want hij was met zijn auto. En ik kon hem die VI nog aanreiken. Maar in plaats van hem te tekenen en terug te geven, nam hij hem mee in zijn zak en reed weg. Dus dat is ook een leuke anekdote. Ja, dus tot zover Johan Cruijff. Ja, oké. Okay. Einde verhaal. Je bent nu nog actief als trainer bij Genk. Ja. Wanneer starten je werkzaamheden hier? Ja, ik weet de officiële datum is dan 1 juli, maar... Ik neem aan dat je voor die tijd al iets kan, iets mag, iets wil ook. Ja, uiteraard. Dit is natuurlijk een hele belangrijke periode in de aanloop naar volgend seizoen. Ja. Dus eigenlijk op het moment dat Jonas en ik elkaar de hand hebben geschud, zijn we gaan praten over de invulling van de functie. En dat betekent meteen al kijken naar contracten, wedstrijden gaan bekijken van potentiële spelers, praten over de invulling van verschillende geledingen binnen de club. Dus dat loopt al. Dat loopt al. Naast mijn werkzaamheden bij Genk. Dus ik ben nu, kom fris van het veld. Ja. En vanuit Genk meteen naar Kerkrade. Dat zal nog wel vaker voorkomen de komende weken. Ja, en hoe ga je dan straks je werk doen? En aan wie moet je verantwoording afleggen? Aan de organisatiestructuur, de governance zoals dat heet, is dat de algemeen directeur, die staat hier. En daaronder staat de manager voetbalzaken, of de technisch manager. Dat ben ik. En naast de hoofdtrainer. Ja. Die vormen samen met de hoofdscouting, Twan van Mierlo, en de algemeen directeur en ook de hoofdjeugdopleiding, het technisch hart van de club. Ja. Zo moet je het zien. En daarin worden de taken verdeeld, ja. Want het werk van, zo heb ik het begrepen ook van jullie, het werk van een technisch manager of technisch directeur, of hoe je het bekijkt, is zo veelzijdig geworden, dat je dat beter kan spreiden, ook om te voorkomen, net als afgelopen seizoen, dat als één iemand gaat, dat alles in één valt. Ja. Ja, dus het wordt door bredere schouders gedragen. Dat is eigenlijk de insteek van het technisch hart. En ik kan me daar goed in vinden, omdat ik een teamplayer ben. En ik wil graag met die mensen die in dat technisch hart zitten, het beleid van de club invullen en uitdragen naar buiten. Ja, en het persbericht heb ik er nog eens bij gehaald. Volgens het persbericht
heb je een sterke beleidsvisie. Ja. Wat is jouw visie? Daar ben ik dan natuurlijk naar benieuwd. Ja. Ik kan natuurlijk niet alle kaarten op tafel leggen, maar... Ik kan het vertellen. Ik kan het gewoon vertellen. Ja. Ik denk dat in die nieuwe governance, in die nieuwe organisatiestructuur van Roda, heel gericht gewerkt kan worden aan herstel. Dit jaar is natuurlijk een tegenvallend seizoen, met name op sportief gebied. Maar ik denk dat het organisatorisch bij Roda redelijk sterk staat. En ik denk dat dat moeilijker is om voor elkaar te krijgen dan wat er op het veld gebeurt. Dus als wij gericht met dat technisch hart aan de slag gaan, en dan heb je dus over het ontwikkelen van een eenduidige speelwijze, het inzetten van een specialistische technische staf, het verbeteren van de faciliteiten, allemaal ten behoeve van het creëren van een topsportklimaat, dan gaat dat op korte of op middellange termijn meteen zijn vrucht afwerpen. En dat is de insteek van het technisch hart. En ik zal dat moeten bewaken, ik zal het moeten aanzwengelen en moeten uitdragen binnen en buiten de club. Dat is mijn taak. Ja, dat klinkt goed, ja. Maar ik zit nog steeds in het begin. Je zegt dat is makkelijker. Dat is moeilijker om die organisatie, wat bij Roda al redelijk goed staat volgens jou, ja. Dat is moeilijker dan op het veld. Nou goed, dan zou iedere ploeg toch het op het veld eerder voor elkaar moeten hebben. Ja, dat zou je denken. Kijk, als je naar het verleden kijkt van Roda, is het vaak onrustig geweest. Ja. En ik denk dat een club als Roda er echt bij gebaat is als het binnen het technisch hart, binnen de top van de club, rust uitstraalt. Ja, en vanuit daar moet dat doorcijpelen naar de technische staf. Dat moet doorcijpelen naar de spelersgroep. En dat moet doorcijpelen naar alle andere geledingen binnen de club. En vanuit daar kun je werken met een hoofdtrainer aan een eenduidig... Ja, maar ik denk dat die rust er inderdaad hier best is. Alleen, ja. Als je dan zo'n matig seizoen draait zoals nu... Ja. Krijg je logischerwijs ook heel veel onrust van buitenaf op je dak. Maar dit seizoen is ook niet, hè, voor zover ik daarover kan oordelen, dit is ook niet een normaal seizoen geweest. Hè. Er is een hele periode geweest waar er eigenlijk geen technische invulling van bepaalde functies was. Ja. Je had alleen een hoofdtrainer, een algemeen directeur, die niet alleen maar over het voetbal gaat, maar ook over veiligheid, over ticketing, over commercie. Dus dat is een niet gewenste situatie. Ja. En met de invulling van mijn functie, denk ik dat we daar veel meer hand en voeten aan kunnen geven. Ja, absoluut. We gaan naar het tweede fragment. Ja. Het zijn twee goals die we geselecteerd hebben uit de Europacup-wedstrijd Roda tegen Sredet Sofia. Sanchez Torres. Hij is eigenlijk rechtsbenig en moet er steeds kappen. Van de Leur. Oh, de handje van Valov. Ik zei in een fase waarin de scherpte er wat af is bij Roda. Maar dit was een kans. Oh, Boerenbach tegen de paal. Nou zit hij erin. Jawel, Michel Haan. Eindelijk, daar is hij. En weer dat goudhandje, Michel Haan. Van der Leur, ja, 2-0, Erik van der Leur. Van Loen, die heel goed paast, niet zelfzuchtig is, en dan van der Leur, die het schitterend afmaakt. Waarom deze beeld? Als je het hebt over Europees voetbal van Roda, dan zullen veel mensen natuurlijk denken aan die wedstrijden tegen AC Milan. En het doelpunt van Mark Luipers in San Siro. Dat vond ik te voor de hand liggend. Ja. Dit is eigenlijk mij altijd bijgebleven. Hè. Dit is in de jaren 80, denk ik. Als jonge jongen een club uit de buurt die Europees voetbal speelt. Dat maakt ontzettend veel indruk. En dat is dan tegen Sredet Sofia, een club uit het oosten van Europa, waar je niet veel van weet. Stoichkov, dat is een stukje. Peña, ja, Kostadinov, ja, toen de voorhoede alleen al. Ja, fantastisch. Ja. Dus dat is eigenlijk jeugdsentiment. En dat was iets magisch. Als je kijkt naar die beelden toen, wat zal ik zijn geweest? 10 jaar misschien. En dan zie je dat, Europees voetbal in de buurt. En dan ook nog een Maastrichtenaar die daar scoort. Ja, dat vind ik fantastisch. Ja, ja, mooi. Hey. Jij zegt het zelf, Maastrichtenaar. Je hebt het je niet makkelijk gemaakt met deze keus. Hier ben je een Scheng en in Maastricht ben je waarschijnlijk een verrader op dit moment. Ja. Dat heeft je niet weerhouden. Nee, ik begrijp die sentimenten. Hè. Ik heb er begrip voor en ik begrijp het. Maar ik ben een voetbalprofessional. En ik moet niet mijn oren laten hangen naar het sentiment van mensen.
Als je dat doet, dat zul je zelf ook kunnen beamen, dan kom je niet ver. Dus je moet soms tegen de stroom in zwemmen en gaan voor die mogelijkheden die je krijgt, omdat dat voor mij als voetbalprofessional de beste keuze is. En dat mensen daar iets van vinden, ja, dat begrijp ik. Ja. Zowel in het Maastrichtse kamp als hier in Kerkrade. Maar goed, ja. daar kan ik niet mijn keuzes vanaf laten hangen. Maar jij ziet Roda dus echt als een potentiële club voor Eredivisie met heel veel potentie, waar jij dus heel graag je steentje gaat bijdragen. Ja, kijk, ik heb nu een aantal wedstrijden hier thuis gezien. In een belabberd seizoen zitten nog steeds 6.000-7.000 mensen. Ja. Dat geeft aan hoe groot de potentie hier is. En ik denk dat het drievoudige de hele week door met Roda bezig is. Ja, dat denk ik ook. Dus ja. De potentie is er. De organisatiestructuur die geschetst is door Jordan Speters, daar zie ik heil in. En het hele project, ja, daar krijg ik het warm van als voetbalprofessional. Wanneer is dat voor jou geslaagd? Wanneer is dat voor mij geslaagd? Als de mensen binnen en rondom Roda weer positief praten over de club. Ja. Dan denk ik dat we goed werk geleverd hebben. Dat vind ik mooi. Hey, als ik goed geteld heb, en dan ga ik even inhoudelijk in richting komend seizoen. Ja. Als ik goed geteld heb, lopen van 14 spelers het contract door. Ja. Daarbij zitten Vente en Limbombe. Die zullen, omdat het laatste jaar is wel verkocht moeten worden, wil je er nog iets aan verdienen. Dus die gaan in de uitverkoop. Dan denk ik, poeh, dat is wel echt veel werk aan de winkel. Ja. En je hebt niet de beste. Je gaat er op begroting iets op vooruit, maar je hebt nog steeds niet de beste begroting met de concurrentie in de KKD. Je moet creatief zijn. Hoe pak je zoiets aan? Door eerst te gaan analyseren. Dus je kijkt, hoeveel hebben we dadelijk aan budget? Wat zijn we al kwijt aan de nog doorlopende contracten? Hoeveel is daar nog van over? Welke posities zijn ingevuld? Met welke jongens? Met welke leeftijd? Lopen die contracten 1 jaar door of lopen die nog 2 jaar door? Dus wat hebben we dadelijk nodig in de invulling van een witte vlekkenplan? Dan ga je kijken hoeveel geld hebben we daarvoor te besteden. Hoe willen we dat gaan invullen? Ja, wil je bijvoorbeeld 2 min of meer even sterke spelers op iedere positie hebben? Of zeg je van, ik steek wat meer kapitaal in de eerste 13, 14 spelers. En vanaf positie 16, 17 ben ik tevreden met gretige jeugdspelers. Die kant gaan jullie op, heb ik begrepen. Dat denk ik wel, ja. Ja, dat is wel mijn intentie. Want dat is nou ook even, dit seizoen blijkt dat een beetje, want je hebt gelijkwaardige spelers en het wisselt maar door en het is lood om oud ijzer. Maar je kan beter iets meer kwaliteit hebben bij die eerste 13, 14. Dat is mijn intentie wel, ja. Dus wat meer kapitaal richting het zwaartepunt van de selectie. En dan aangevuld met jongens die en gretig zijn en tevreden kunnen zijn met de positie die ze gaan bezetten. Dus ook al is dat 16e of 17e man. En posities vrijmaken voor jongens die doorstromen vanuit de jeugdopleiding, zodat je de binding met de regio ook waarborgt. Dus dat die is ook wel belangrijk. Ja, zeker als ik zie hoe Sammy het dit seizoen, hoe die zich, ondanks dat je je in een matig presterend elftal moet ontwikkelen, hoe die zich staande houdt. Dus dat zijn beleidsmatige keuzes. En daar hebben we duidelijke ideeën over. En die willen we dadelijk gaan uitvoeren. Ja. Maar het is een hele puzzel, dat klopt. En hoe ziet dat er op dit moment uit? Gaan er dan buiten jou en joh, hoeveel mensen zijn er dan nu zeg maar wekelijks onderweg om wedstrijden te bekijken, om spelers te bekijken? Nou, dat technisch hart is daar gewoon mee bezig. En er komt dadelijk een trainer bij die ook wensen heeft en ook lijstjes heeft met name. Ik ben zelf iemand die graag werkt met spelers die je al kent. Dus waar je van weet, dit zijn jongens die kwalitatief het niveau hebben om het team sterker te maken. Maar dat zijn ook jongens met de juiste mentaliteit. Dus we hebben dadelijk dus in dat technisch hart een aantal mensen met een kwalitatief sterk netwerk. En daar moet je gaan puzzelen. Ja. Dus een hoofdtrainer die heeft graag op die positie die jongen die hij kent, want heeft hij meegewerkt. Ik heb natuurlijk ook met verschillende jongens gewerkt in Nederland en in België. Dus zo kom je dan tot een puzzel eigenlijk in het maken van die selectie. Maar er zijn dus meerdere mensen uiteraard die daarmee bezig zijn. Nee. En niet in de laatste plaats scouting. En ik neem aan dat je ons nog niks gaat verklappen. Nee, dat kan ik niet doen. Ik moet niet voor mijn beurt spreken. Nee.
Je moet nog onderhandelen waarschijnlijk met, de betreffende speler. Ja. Ben je daar dan ook bij betrokken? Ja. Nu nog niet, hè, maar dat gaat gebeuren. Ja. En dat ga je dan samen, die zo'n onderhandeling, straks ga je samen met Jordans doen. Ja, dat is mooi. De trainer, je had het er al over. Ja. Is dat ook een taak die bij jou hoort? Mede bij mij. Hè? Dat is geen... Het is alles in dat technisch hart. Ja, dus vanuit dat technisch hart komt er een lijstje met profielen. En daarmee gaan we aan de slag. Daarmee zijn we al aan de slag. Ja. Wat is de profielschets? Daar ben ik wel benieuwd naar. Je kunt verschillende profielschetsen hebben. Hè? Het is niet zo dat je één profielschets hebt. Maar één van de schetsen die wij onder loep nemen... is dat een trainer in ieder geval vooruitstrevend moet zijn. Hè? Dat moet een trainer zijn die met videoanalyse bijvoorbeeld... en met data-analyse overweg kan. De spelers de hele week hartslagmeter om... Dat zijn dan met name fysieke parameters. Dat ligt meer bij een performance coach. Maar als je het hebt over ontwikkelen van een speelwijze... dan vind ik vandaag de dag, zeker met spelers van deze generatie... Die moeten aan de hand van beelden, of dat nou individuele beelden zijn of teambeelden, moeten ze geprikkeld worden. En moeten ze getoetst worden op de speelwijze die de trainer wil hanteren. Dus, maar dat gebeurt toch overal? Al of is dat niet zo? Dat zou je zeggen, maar in de praktijk valt dat soms vies tegen. Oké. Okay. Ja, dus, en goed, je kunt af en toe eens wat beelden laten zien van een tegenstander. Ja. Of je kunt echt gericht... met beelden, de spelprincipes die de trainer hanteert, uitleggen aan spelers. En dat zoeken wij. In mijn beeldvorming. Ja. Dus dan valt Dick Advocaat, die valt af. Die is van de oude, ja, even zwart-wit. Zwart-wit, van, ja. Van de oude stempel. Ja. Je zoekt echt een jongere trainer die... Hoeft niet per se jong te zijn, als het maar eentje is. Die wat dat betreft vooruitstrevend is. En die mensen kan aansturen op die ontwikkeling van speelwijze. En moet die trainer ook passen hier bij de regio? Ja, bij de regio. Ja, we hebben er ooit eentje gehad, Huub Stevens. Ja, dat was de regio. Ook al kwam die niet hier uit de regio, maar dat was de componenten. Wanneer pas je bij de regio? Kijk, componentaliteit, nou ja, dat vind ik geweldig. Het publiek verlangt, zou ik bijna willen zeggen, een trainer die ook langs de lijn duidelijk zichtbaar is. Ja. Nou goed, op ons profiel staat niet een trainer die langs de lijn duidelijk zichtbaar is. Dat staat niet beschreven. Bij ons staat wel beschreven dat het dan een trainer Velasquez, is. Velasquez staat er niet op. Nee, die heb ik niet staan. Die zag ik niet staan, nee. Een trainer die wel heel dwingend is naar zijn spelers. Ja, op een training. Eisen. Eisend, veel eisend is naar zijn spelers en naar zijn staf. Dus wel in de ontwikkeling van een topsportklimaat moet dat wel een trainer zijn die daarin past. Maar of die dan langs de lijn heel druk gaat lopen doen... of dat hij inhoudelijk iets aan de spelers te vermelden heeft... dat laat ik even in het midden. Maar om terug te komen op de koempelmentaliteit... je kunt dat wel zeggen. Ik vind dat een populaire term, koempelmentaliteit. Maar als jij een trainer haalt uit, bij wijze van spreken, het noorden van Nederland... en dat is wel een vechter en een teamplayer... en die krijgt die spelers zover dat ze... Dan heeft hij koempelmentaliteit. Dan heeft hij een koempelmentaliteit. Ja. Dus dan past hij in de regio. Maar zo bedoelde ik het ook. Ja. Kijk, hier willen mensen natuurlijk wel zien... dat spelers er alles voor doen om resultaat te behalen. Ja. En ik heb dit seizoen de meeste wedstrijden gezien. Daar lijkt het dit seizoen soms niet op. Ja, ik vond dat wel meevallen. De laatste vier thuiswedstrijden die ik gezien heb... heb ik wel een strijdlustig team gezien. Je bent MVV gewend. Inhoudelijk niet. Inhoudelijk liep dat niet. Maar het is niet zo dat ik daar spelers zag die met de pet erna gooiden. Maar iedere club wil spelers hebben die nou tot wel? Het gaatje gaan. Leiderschap? Wat ik miste... coaching? Ik miste wat vernuft, wat voetbalvernuft. Ik zag te snel de lange bal. Dus dat het middenveld werd overgeslagen. Te snel de lange bal op spelers die daar eigenlijk niet voor gebouwd zijn. Laat ik het zo zeggen. Dus wat meer voetbalvernuft vanuit het centrum, vanuit de verdediging, via het middenveld. Dan eventueel de flanken bezetten en gebruiken
om dan in de 16 meter te komen. Ja. Dat mis ik wel. Ja. Weet je wel al wanneer we de bekendmaking van de nieuwe trainer, wanneer we die mogen verwachten? Is dat na het seizoen pas of kunnen we die toch de komende maand ergens... Ja, dat is echt afhankelijk van de gesprekken die gaan plaatsvinden. Die gesprekken gaan wel snel plaatsvinden, want daar zijn we mee bezig. Ja. Maar je weet nooit hoe lang... Ja, want de spelers die moeten komen zijn dus ook afhankelijk van de trainer die aangesteld wordt. Dat begrijp ik net. Ja, onder meer. Het is niet zo dat hele proces nu op nul staat, op stop staat, omdat de trainer nog niet bekend is. Dat niet. Maar je wil natuurlijk wel in overleg met een trainer nieuwe spelers aantrekken. Ja. We hebben nog één fragmentje, speciaal voor jou. Ja. Luipers. Ja, Van Hout blijft actief en blijft gevaarlijk en wordt ter val gebracht door Plum, die geel ziet. Roda moet het voorlopig doen met vrije trap, die nu op de rol staat. Van der Leur. Mooie vrije trap. En zo is het de straf voor MVV uitgesteld. Ja, we hebben bewust veel Erik van der Leur in deze uitzending gestopt. Een speciaal verzoek. Ja. Je zei het net al half, maar... Ja goed, Erik van der Leur in Maastrichtenaar, die in Roda dienst is geweest. En hoe? En hoe? Ik kan bijna geen beelden laten zien hier of van der Leur loopt er tussendoor. Ja, precies. Ja. Dus dat, ik vond dat wel symbolisch. Daarom heb ik gevraagd om beelden van Erik. Ja, om ook aan te geven van God. Ook in Maastrichtenaar kan het hier goed doen. Ja. Zo moet je het zien. Ja. En nogmaals, ik ben in eerste instantie voetbalprofessional. Ja, ik kom uit Maastricht. So what? Ik ga hier mijn best doen. En dat is het belangrijkste. Ach ja, als dat het ergste nadeel is. Robby. Zo is dat. Ik wens jou heel veel succes en heel veel plezier hier bij deze mooie club. Ja. Dankjewel. Dankjewel, Maurice. Volgende Studio Roda met oud-voorzitter en directeur Servé Kuijer en de man die ons met een golden goal naar de bekerfinale schoot. En dan hebben we het natuurlijk over Davy Saffarin. Tot de volgende keer. Adieu!